Goedemorgen allemaal en welkom bij de tweede workshop. Zou iedereen in de Zoom call alsjeblieft je camera kunnen aanzetten? Dan kan ik jullie gezicht zien. En dan zie ik wie erbij me zijn deze ochtend live vanuit Zoom. Oké, super. Ik zie wat camera's aangaan. Top! En vandaag gaan we het hebben over capital structure, oftewel vermogensstructuur. En we hebben hier 2 weken de tijd voor. Het is een super belangrijk onderwerp. Het is echt de basis van dit hele jaar. Dus het is heel belangrijk dat jullie dat goed begrijpen. En daarom hebben we er uitgebreide tijd voor. Zowel deze week als volgende week gaan we dat behandelen. Jullie hebben gisteren homemade leverage met Florian besproken. Daar zijn vandaag geen opgaven over. Maar volgende week wel 2 opgaven over. Dus dat gaan we uitgebreid bespreken voor degenen die dat nog een beetje moeilijk vinden. Dat idee had ik gisteren een beetje. Wat we gaan doen is hetzelfde als vorige week. We gaan beginnen met een lekkere warm-up quiz. En vervolgens ga ik 3 opgaven van Connect uitgebreid uitwerken met jullie. Trouwens, ik krijg ook nog steeds best wel veel e-mailtjes over bepaalde vragen van Connect. Of ik die kan uitleggen. Ik ga er niet op reageren. Post hem op discussiebord. Gaat het goed hier? Oké. Post hem op discussiebord en dan ga ik daarop reageren. Daarnaast krijg ik best wel veel vragen of ik de boek-exercises, of ik daar iets van online kan posten met de antwoorden. Dat heb ik niet, dus dat kan ik niet. De Connect-omgeving is speciaal gemaakt. Dat zijn alle opgaven die jullie moeten doen. Dus, en daar zijn ook de antwoorden bij. Dus als je je hoofdstuk hebt afgerond, dan krijg je de antwoorden. Dus op die manier kan je oefenen. Oké. Okay. Oh. Ja, oké, het gaat niet helemaal goed. Oh, ze zien. Oh, jullie zien mijn PowerPoint nog niet. Oké. Ja, laten we heel even wachten. Het doel van vandaag is drieledig. Ten eerste is het de bedoeling dat jullie na vandaag of na heel deze week goed het verschil begrijpen tussen vreemd vermogen en eigen vermogen, wat de verschillende eigenschappen zijn. Dat jullie kunnen werken met Modigliani en Miller propositie 1. Dat gaat over de waarde van een bedrijf in een scenario zonder vreemd vermogen. Dus dat is een unlevered firm. Wat is de unlevered value van zo'n bedrijf? En de waarde van een bedrijf in het geval dat er wel leverage is, dat er wel vreemd vermogen is. Dus voor de levered firm. In een scenario met en zonder belasting. En het derde doel is dat jullie kunnen werken met Modigliani en Miller propositie 2. Dus dat jullie het rendement op eigen vermogen kunnen berekenen, zowel zonder als met belasting. Zijn we bij de PowerPoint? Ja? Oké. Dus dit zijn de 3 doelen, die kunnen jullie nu, als het goed is, zien. Ja? Zien jullie mijn PowerPoint? Ja? Oké. Nou, super. Dan kunnen jullie alles pakken weer om je klaar te maken voor je quiz. Dus als je in je camera even kan laten zien, of je pen en papier en rekenmachine bij de hand hebt, dan weet ik dat we kunnen beginnen. Ja, is iedereen er klaar voor? Kan iemand heel even zichzelf unmuten en wat zeggen? Want dan weet ik zeker dat geluid ook werkt. Yes, we zijn er klaar. Ah, top. Super. Oké, goedemorgen. Gaan we beginnen met de eerste vraag. Wat is de waarde van een bedrijf wat geen vreemd vermogen heeft, dus wat volledig is gefinancierd met eigen vermogen, gegeven een eeuwigdurende winst voor belasting en rentebetaling van 70 miljoen per jaar, een cost of equity, dus een geëiste rendement op eigen vermogen van 10% en een tax rate van 35%. Staat de chat aan? Want ik zie nog helemaal geen antwoorden voorbij komen. Oké. Ja? Oké. Dan wacht ik even tot ik een eerste antwoord heb. Oké.
Oké, ik heb een eerste antwoord. A. Even wachten of er nog meer antwoorden komen. Axel denkt ook A. Marnix A. Dat klopt helemaal supergoed. Het antwoord is 525 miljoen. Nou, wat belangrijk is, is dat je de waarde van een bedrijf, net als een waarde van een investeringsproject, dat reken je uit door de contante waarde te berekenen van alle toekomstige kaststromen. Nou, in dit geval was gegeven dat de EBIT, de winst voor belasting en rentebetaling, wat in dit geval er niet is, want het is alleen maar met eigen vermogen gefinancierd, is 70 miljoen per jaar. Nou, daar moet die belasting natuurlijk van afgetrokken worden, want dat is echt een cash-out. Dat moet betaald worden ieder jaar, die 35%. En dan verdisconteer je hem met de perpetuity-formule, want het is een eeuwigdurende winst. Dat is gegeven, perpetual EBIT. Dus je verdisconteert hem met 0,10 en dan kom je op de unlevered value van 525 miljoen. Kunnen jullie het allemaal volgen? Kan iemand unmuten en wat zeggen? Dat we iets van interactie hebben hier? Yes, er zijn wat volgen voor mij. Oké, super, dankjewel. Dan een tweede vraag. Wat is een reden dat een bedrijf, dus vanuit het bedrijfsperspectief, liever vreemd vermogen zou hebben dan eigen vermogen? Is dat vanwege residual risk en return? Dus dat ze het laatste beetje, dat ze aan het einde komen, zeg maar, qua risico en rendement. Is het vanwege de ability om faillissement te forceren? Is het vanwege de tax deductibility van rente? Of kloppen die alle vier? Yes, heel goed. Ik zie hier heel veel C voorbij komen en dat is inderdaad het juiste antwoord. Dus het is belangrijk dat jullie goed het verschil begrijpen in eigenschappen van eigen vermogen versus vreemd vermogen. Dus bij eigen vermogen krijgen de aandeelhouders hun inkomen door middel van dividend. Bij vreemd vermogen is dat in de vorm van rentebetaling. Vanuit de overheid, vanuit de Belastingdienst, wordt dividend niet gezien als business expense. Dus dat kan niet afgetrokken worden voor de belasting. Voor vreemd vermogen is dat wel het geval. Dus je mag die rente aftrekken en dan, pas over dat bedrag hoef je belasting te betalen. Dus dat is een heel groot voordeel voor bedrijven om liever vreemd vermogen over eigen vermogen te hebben. Dan gaan we naar Modigliani en Miller, de eerste propositie. Welke van deze is waar? Dat de value van de levered firm, dus met vreemd vermogen, is hetzelfde als de value zonder vreemd vermogen. Is dat altijd het geval? Is dat alleen het geval met taxes, alleen het geval zonder taxes, of is het sowieso fout? Nou, heel goed. Ik zie hier heel veel C voorbij komen. En dit is het plaatje dat daarbij hoort. Dus de waarde van een bedrijf. Als het volledig is gefinancierd met eigen vermogen en in een compleet theoretische wereld waar er geen belasting betaald hoeft te worden, is altijd hetzelfde. Dus het maakt niet uit hoeveel vreemd vermogen er in de mix zit. De waarde is altijd gelijk. Nou, op het moment dat je daar belasting aan toe gaat voegen aan die equation, dan stijgt die lineair omhoog. Dus hoe meer vreemd vermogen je hebt, hoe hoger de waarde van het bedrijf is. Kan iemand me uitleggen waarom dat is? Waarom is dat een rechte lijn omhoog? Is er iemand die dat weet? Niemand? Waarom gaat die waarde omhoog? Elk jaar hetzelfde percentage lees ik. Nee, dat heeft alles te maken met wat ze in het Engels tax shield of debt noemen. In het Nederlands is het geloof ik belastingschild. Dus wat ik net uitlegde, rentebetaling, dat mag afgetrokken worden voordat er belasting betaald wordt. Dus vanwege die rentebetaling, die dus een belastingvoordeel oplevert, stijgt de waarde van het bedrijf. Dus dat is de reden.
En volgende week gaan we ook leren dat het natuurlijk, ja, heel goed, text shield, zie ik iemand reageren. Volgende week, ja, die rechte lijn omhoog, dat kan natuurlijk nooit echt waar zijn, want dan zou ieder bedrijf 100% gefinancierd zijn met vreemd vermogen. Dus volgende week gaan we daar wat real-life nuances aan toevoegen, waarom die nooit helemaal recht omhoog loopt. Maar dit is een hele theoretische basis van Modigliani en Miller, dat die wel recht omhoog zou gaan. Oké, gaan we nu naar een rekenvraag. Stel je voor dat er een bedrijf is volledig gefinancierd met eigen vermogen, dat 500.000 uitstaande aandelen heeft. Het bedrijf is in het proces om 8 miljoen te gaan lenen tegen 9% rentebetaling. En met die 8 miljoen kunnen ze 200.000 aandelen terugkopen. Wat is de waarde van dit bedrijf als je uitgaat van een wereld zonder belastingen? En dit is best een pittigere vraag. Zie jij al het antwoord voorbij komen? Iedereen is nog aan het berekenen. Oké. Okay. Ja. A. Thomas Bruinsma zegt A. Heel goed, Thomas. Nog een A? Ja, meerdere A's in de YouTube livestream. Oké, super. Best bijzonder met die delay. Maar goed, dit zijn allemaal snelle mensen in YouTube. Hartstikke goed. Ja, ik zie nu heel veel A's voorbij komen. Hartstikke goed. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen dit hier niet toe kwamen, want het is best een beetje een ingewikkelde vraag. Hoe los je hem op? Nou, allereerst is het belangrijk dat je zo bij zo'n vraag meteen signaleert. Oké, we hebben het hier over Modigliani Miller 1 en zonder belastingen. En in dat geval is de waarde van een bedrijf zonder vreemd vermogen hetzelfde als de waarde van een bedrijf met vreemd vermogen. Nou, wat we weten is dat met 8 miljoen euro 200.000 aandelen teruggekocht kunnen worden. Dat betekent dat de waarde van één aandeel, 8 miljoen gedeeld door die 200.000, 40 euro is. Dat is de aandeelprijs. Nou, en dan kunnen we nu gewoon die 40 vermenigvuldigen met de 500.000 uitstaande aandelen. En dan kom je op een waarde van 20 miljoen. Yes, is dat te volgen allemaal? Oké, super. Gaan we naar de volgende vraag. Wat is de waarde van een levered firm? Dus dat is een bedrijf met vreemd vermogen. Krijg je nog heel even een vraag. Doe je niks met het repurchase gedeelte? Nee, want dat is heel het punt met dat de waarde van een levered firm hetzelfde is als de waarde van een unlevered firm. Dus daarom maakt het niet uit welke van de twee je neemt. De waarde is toch hetzelfde, want we hebben hier geen belastingen. Nou, we weten met die 500.000 uitstaande aandelen en we hebben berekend dat de aandeelprijs 40 is. Dus dan kan je op die manier het berekenen. Volgende vraag. Wat is de waarde van een levered bedrijf als de unlevered waarde, dus de waarde in een all equity geval, 860 miljoen is? 10% rentebetaling over een vreemd vermogen van 400 miljoen en het belastingtarief 34% is. Ook in de YouTube-livestream beginnen steeds meer studenten A te zeggen. Oké, super, dankjewel. Het juiste antwoord bij deze is D. Dat heeft Axel inderdaad goed. In het geval dat we het over een levered firm hebben, dus een bedrijf met vreemd vermogen en met belastingen,
dan wordt de waarde van dat bedrijf, de waarde van het bedrijf mocht het helemaal met eigen vermogen zijn gefinancierd, plus de contante waarde van dat belastingsschild, van die tax shield of debt. Dus als je dat doet, dan kan je gewoon 860 miljoen, dat is die waarde als het volledig met eigen vermogen gefinancierd zou zijn, plus dat belastingsschild, plus die tax shield of debt. Dus dan neem je 34% van die 400 miljoen en dan kom je op 996 miljoen. Best veel mensen die vinden het raar dat je gewoon die tax rate keer D kan doen. Want als je gaat bedenken... die contante waarde van de tax shield, van de belastingsschild, dat is eigenlijk, even kijken, belasting die je daar niet over hoeft te betalen, keer de rente. En die rente is RD keer het totale bedrag van het vreemd vermogen. Nou, die verdisconteer je naar vandaag. En als dat een eeuwig durende schuld is, dan verdisconteer je hem met die RD weer. En omdat dit boven en onder de streep is, kan je hem gewoon verkorten tot het belastingtarief keer die hoofdsom. Yes? Is deze duidelijk allemaal? Ik zie sommige mensen klikken. Kan iemand weer unmuten en ja zeggen? We hebben weinig interactie deze ochtend. Ja, duidelijk. Oké, super, dankjewel. Ik zag toch nog wat vragen over die vorige voorbij komen. Van waarom gebruik je nou die 200.000 en niet die 500.000? Nog heel even nog een keer die toelichten. Dus je weet dat met 8 miljoen 200.000 aandelen gekocht kunnen worden. Ja, dus je betaalt 8 miljoen voor 200.000. Dan kan je daarmee heel makkelijk uitrekenen wat die aandeelprijs is. Dus als je voor 8 miljoen 200.000 kan kopen, dan weet je dat je voor eentje 40 moet betalen. Nou, vervolgens weet je P. Je weet keer het aantal uitstaande aandelen. Dus je doet gewoon 40 keer die 500.000 en zo kom je op het juiste bedrag. Dan gaan we naar de zesde vraag. En dan gaan we naar de tweede propositie van Modigliani en Miller. En volgens deze propositie gaat de kost van equity omhoog met leverage. Is dit altijd het geval? Is dit alleen het geval met zonder belasting? Alleen het geval met belasting? Of is het altijd fout? Wat denken jullie? Kan iemand het zeggen? Kan iemand unmuten en zeggen wat je denkt? Iemand? Niemand? Echt niet? Nou, dan zeg ik het. Ja, klopt. A. Jongens, het zou echt fijn zijn om een beetje interactie te hebben. Dat jullie af en toe unmuten en wat zeggen. Dat maakt deze les een stuk levendiger en gezelliger. Dit is altijd het geval. Dus, Ik kan het wel uitleggen misschien. Sorry? Ik kan het wel uitleggen misschien. Oh, super. Dankjewel, Juri. Die kost van equity die stijgt omdat het risico ook hoger wordt met meer schulden. Dus, supergoed. Klopt. Vandaar. Klopt, en stijgt die sneller met belastingen of sneller zonder belastingen? Die stijgt sneller met belastingen. Ik snap dat je dat denkt, alleen het tegenovergestelde is waar. Ga ik weer heel even daar naartoe. Oh. Oh, nee. Kijk, dus hij gaat, het is een rechte lijn omhoog. Dus hoe meer vreemd vermogen, zoals Juri al goed uitlegde, hoe risicovoller het wordt voor aandeelhouders,
Dus hoe hoger dat geëiste rendement op eigen vermogen. En in het geval met Texas is die lijn ook recht omhoog, alleen iets minder steil. En de reden daarvoor is dat weer die tax shield of debt, belastingsschild, die is risicovrij. Dus daarom loopt die minder steil met belastingen. Dankjewel voor je uitleg en interactie, Yuri. Wacht, nog heel even. Kunnen jullie allemaal deze formule overnemen? Mocht die nog niet in je hoofd zitten of mocht je die niet bij de hand hebben, dan gaan we er zo mee werken. Dus let op, dit is weer iets anders dan bij de WEC-formule. Je hebt weer je vreemd vermogen over eigen vermogen. Niet vreemd vermogen over eigen vermogen plus vreemd vermogen. Wat trouwens ook goed is om te noemen, sommige mensen vinden het verwarrend. Want je hebt verschillende notaties voor precies dezelfde dingen. Oh. Dus het rendement op eigen vermogen, bij volledig eigen vermogen als financiering, wordt ook wel wordt R0, maar dat wordt ook wel eens RA genoemd. Het is precies hetzelfde. Dat betekent gewoon all equity en dit betekent zero debt. Dus die twee dingen betekenen precies hetzelfde. Het rendement op vreemd vermogen wordt wel het rendement op bonds of het rendement op debt. Die twee dingen zijn ook precies hetzelfde. Rendement op eigen vermogen wordt ook wel eens rendement op stocks. Dus ik snap dat het een beetje verwarrend is, maar misschien goed als je daardoor in de war bent, dat je deze even overneemt, dat je weet dat die dingen steeds precies hetzelfde betekenen. Oké, dan gaan we naar de volgende vraag. Wat is de kosten van eigen vermogen als de unlevered kosten van eigen vermogen 10% zijn, debt over equity, dus vreemd vermogen over eigen vermogen 0,5 is, en de kosten van vreemd vermogen 4%. Iemand die het antwoord al heeft? Wil iemand met het antwoord geven? In de YouTube livestream zegt Vienna D. D. Hartstikke goed, Vienna. D is inderdaad het juiste antwoord. Nou, eigenlijk als je die formule eenmaal hebt, is dit een invuloefening. Dus die unlevered cost of equity, die heb je eerst die 10% plus 0,5. En dan die unlevered cost van equity 10% min de 4% voor de cost of debt. En dan kom je op 13%. Nog een vraag. Nog even die formules opnieuw kunnen worden laten zien. Ja, tuurlijk. Deze formules. Dat zijn twee belangrijke formules. Waar je die je zeker terug gaat zien komen op je tentamen. Dat je daarmee moet gaan werken. En nogmaals, het is natuurlijk open boek, dus die kunnen jullie er gewoon bij houden. Maar het is belangrijk dat je begrijpt wat ieder component is en inhoudt. Oké? Nog een vraag uit de YouTube livestream. Ja. Rosa vraagt, kunnen we nu... Ja, ze vraagt in het Engels. Can you assume now that this is a firm with leverage as RE is higher than RA? Ja, absoluut. Hartstikke goed. En het is niet alleen omdat RE meer dan R0 is, maar je weet ook dat vreemd vermogen over eigen vermogen 0,5 is. Dus er is inderdaad vreemd vermogen. En nu heel even een extra vraag hier op een bonusvraag.
Wat zou dit antwoord zijn geweest als er wel belastingen waren geweest en dat belastingtarief 30% was geweest? Ja, heel goed, Axel. Dat is inderdaad 12,1%. Daar kwam ik ook op uit. Dus dat laat zien wat ik hier tekende. Dat die lijn, die is steiler zonder belastingen. En die vlakt iets af met belastingen. Omdat dat die tax shield of debt, dus belastingsschild, risicovrij is. Nou, dan gaan we naar de laatste vraag. Wat is de WACC? Als R0, dus dat is de unlevered cost of equity, 10% is. Vreemd vermogen over eigen vermogen 0,5. Return on debt 4%. En return on equity 13%. Die hadden we net uitgerekend. En ga uit van geen belastingen. Hebben we al een antwoord? Nog geen antwoord? Deze kan je oplossen door uit te rekenen. Maar ik hoop eigenlijk dat jullie hem oplossen supergoed. En Max is tot het goede antwoord gekomen. Max, hoe ben je tot het antwoord gekomen? Door het uit te rekenen of omdat je het begrijpt? Door intuïtie? Het is gewoon een simpel formuletje invullen. Dus dat heb ik gedaan. Oké. Okay. Ja, dus je hebt hem berekend door de formule in te vullen. Dat is op zich goed. 13% keer 1 gedeeld door 1,5. Dus dat is... De 1 is van equity en dan 1 onder de breuk is dan 1 plus 0,5. En dan hetzelfde moet je doen daarna. Dus plus 4 keer 0,5 gedeeld door 1,5. En dan kom je op 10 uit. Hartstikke goed. En viel je op dat dat precies hetzelfde percentage is als de R0? Als de unlevered cost of equity? Oh nee, dat was me niet opgevallen. Nee. Oké, okay, nou, want dat is wel interessant en daarom hoefde je, je kon het oplossen door het uit te rekenen. Maar eigenlijk konden jullie me ook gewoon direct beantwoorden. Doordat je zag dat er geen belastingen was. En als er geen belastingen zijn, dan blijft die WACC altijd gelijk. En dan is die WACC altijd gelijk aan je R0. Yes? Wat gebeurt er als er wel belastingen zijn? Hoe gaat die WACC er dan uitzien? Weet iemand dat? Gaat die dan omhoog of naar beneden? Dan gaat die denk ik omlaag. Heel goed, super. Vanwege? Ja, ik heb geen idee, het was maar een gok. Oké, okay, nou het is een goede gok, maar wat heb je me al heel veel horen zeggen? Waar praat ik al heel de tijd over? Dan wordt de lijn minder snel. Ja, en ik heb het de hele tijd over die belastingsschild van vreemd vermogen. Van die, dat je geen belasting hoeft te betalen over de rente. Dus dat is de reden dat de WACC dan zo gaat lopen. Dus dit is... Oh. En hij is 1 rechte lijn zonder taxes. Oké, bedankt Max. Dan zijn we nu klaar voor de eerste langere opgave van Connect. Hebben jullie nog vragen over net, over de quiz? Ja, is dat... er is één vraag in de YouTube-chat. Ja. Daan vraagt of u nog één keer de berekening van vraag 8 zou kunnen laten zien. Ja, dus op zich hoeft u hem niet op te lossen met een berekening. Het punt was juist dat jullie door hadden, omdat er geen belastingen zijn...
dat die WACC gewoon precies hetzelfde is als je R0, als je unlevered cost of equity. Als je hem had willen oplossen met de berekening. Dan moet je natuurlijk weer het eigen vermogen over het totale vermogen keer de kosten van eigen vermogen plus vreemd vermogen over het totale vermogen keer de kosten van vreemd vermogen na belastingen. Maar die zijn hier niet. Even kijken, ik moet heel even terug gaan wat ook weer de getallen waren. Dus het eigen vermogen, het vreemd vermogen is... Het vreemd vermogen per unit of eigen vermogen is 0,5. Dus dat betekent dat het vreemd vermogen over het totale vermogen 0,5 gedeeld door 0,5 plus 1 unit. Dus 0,5 gedeeld door 1,5. Het eigen vermogen is de rest, dus dat is dan 1 over 1,5. Nou, die vullen we in over 1 over 1,5 keer, ik geloof dat dit 13% was, plus die 0,5 gedeeld door 1,5 keer dat vreemd vermogen was dat 10%? Ja, 4%. En dit zou dan ook op die 10% moeten uitkomen. Yes, en nog een vraag. Ja? Tessa de Jong vraagt... Wilt u misschien nog één keer duidelijk uitleggen wat het verschil is tussen MM1 en MM2? Ja, tuurlijk. Hartstikke graag. Dus Modigliani en Miller 1 gaat over de waarde van een bedrijf. Dus is het bedrijf 500 miljoen of 300 miljoen waard? En het gaat altijd over de waarde met vreemd vermogen en zonder vreemd vermogen. Dus levered en unlevered. En Modigliani en Miller propositie 2 gaat over het kosten van eigen vermogen. Oftewel het geëiste rendement op eigen vermogen. En hoe dat omhoog gaat op het moment dat je vreemd vermogen in de mix krijgt. Ja, dus de een gaat over de waarde van het bedrijf en de andere de kosten van het eigen vermogen. En ik ga deze slide ook weer posten, dus op die eerste overzichtslide. Die hadden jullie nu misschien een beetje gemist, omdat het toen met techniek van alles gebeurde. Maar daar zien jullie die ook gewoon op een rijtje staan. Dus dat geeft een goede samenvatting. Verder nog vragen? Ja, Anouk vraagt nog. Kunt u herhalen waarom de WACC met taxes lager loopt? Ja, vanwege tax shield of debt, vanwege belastingsschild. Dus omdat je geen belasting hoeft te betalen over je rentebetaling als bedrijf. Dus die kan je aftrekken. Daardoor druk je je winst en hoef je als bedrijf minder belasting te betalen. Dus dat is een groot voordeel van vreemd vermogen. Oké, geen vragen meer voor nu? Kunt u nog laten zien bij vraag 7, dat extra vraagje, als je die teksten erbij doet, hoe je dan op die 12,1% komt? Ja, tuurlijk. Vraag 7. Ja, dan voeg je gewoon aan die, je hebt hier 10% plus 0,5 keer 10 min 4%. En daar voeg je gewoon aan toe keer... 1 min die 30%. Ja, dus je krijgt 10% plus 0,5 keer 10 min 4, 6% keer 0,7. Oh ja, ik had gelijk die 13 gepakt, maar dat kan anders niet inderdaad. Dan moet je even opnieuw even... Precies, ja. Ja. Oké, dankjewel voor je vraag. Nou, dan gaan we nu naar een bedrijf, Pennymont. En die denken daarover na... om geld te vinden, om een nieuw project te financieren. En management is aan het overwegen om dit of te gaan lenen voor de allereerste keer. Nou, het kapitaal wat ze nodig gaan hebben is 600 miljoen... en dat kunnen ze lenen tegen een rente van 8%. Alternatief, een andere optie, is dat ze gewoon aandelen gaan uitgeven... om die 600 miljoen te financieren... En dat kan voor 1,50 per aandeel. Dat is de huidige aandeelprijs. De markt die weet dit en de aandeelprijs zal niet veranderen. Momenteel heeft het bedrijf 900 uitstaande aandelen.
En de verwachte winst voor rente en belasting is 180 miljoen. Nou, daarnaast bekend dat de corporate tax rate 30% is. En is de eerste vraag, wat zijn nou de expected earnings per share? Dus wat is de winst per aandeel voor beide scenario's? Oké, dus wat we willen gaan oplossen. Wat zijn de earnings per share? Oh, dat moet je nog. Voor dat scenario dat ze het gaan lenen, dat ze het geld gaan lenen, waardoor ze dus een levered bedrijf gaan worden, een bedrijf met vreemd vermogen. En wat is die winst per aandeel? In het geval ze aandelen gaan uitgeven en ze dus unlevered blijven. Dus een bedrijf blijven met alleen maar eigen vermogen. De info die we hadden is dat de EBIT, dus het bedrijfsresultaat voor rente en taxes, is 180 miljoen. Aantal uitstaande aandelen is op dit moment 900 miljoen. En het nieuwe kapitaal wat ze nodig hebben, het geld wat ze nodig hebben om dat project te financieren, is 600 miljoen. Nou, dan waren er twee opties. Of ze gaan dat financieren met vreemd vermogen. Met een rente van 8%. Of ze gaan het financieren met eigen vermogen. En dat kon dan gekocht worden tegen de aandeelprijs van 1,50. Dus als je die 600 miljoen wat in totaal nodig is neemt en één aandeel kost je 1,50, dan kom je uit op dat 400 miljoen aandelen zijn die uitgegeven zouden moeten worden. Nou, om tot die earnings per share, winst per aandeel te komen, moeten we naar de onderste lijn van de winst- en verliesrekening komen. Ja, dus we gaan beginnen met de EBIT en dan gaan we naar beneden. Dan moeten we bij de netto winst komen en dat deel je door het aantal aandelen om tot de winst per aandeel te komen. Nou, dat gaan we voor beide gevallen doen. Dus hier is het voor het geval dat we met vreemd vermogen gaan financieren en hier voor het geval dat we met eigen vermogen gaan financieren. Nou, die winst voor rente en belasting is in beide gevallen gewoon die 180 miljoen. Dan moeten we daar natuurlijk de rente van afhalen. Nou, als het wordt gefinancierd met vreemd vermogen, dan moeten we dus 8% gaan betalen over 600 miljoen. En dat zou uitkomen op een rentebetaling van 48 miljoen. Als het wordt gefinancierd met eigen vermogen, dan is er helemaal geen vreemd vermogen. Dus dan hoeft er geen belasting betaald te worden. Dus dit is gewoon nul. Nou, als je die van elkaar afhaalt, dan kom je hier op een winst voor belasting van 132. Terwijl in het geval van dat het gefinancierd is met eigen vermogen, je op een winst voor belasting uitkomt van 180. Nou, dan gaan we daar die belasting over betalen. Die 30% belasting.
En nu zie je heel mooi wat die tax shield of debt, wat dat belastingschild inhoudt. Want in het geval van de financiering met vreemd vermogen hoef je maar 30% belasting over die 132 te betalen. En dat is 39,6 miljoen. Terwijl als je het als bedrijf financiert met eigen vermogen, moet er 30% over 180 betaald worden. Wat 54 is. Dus nu zie je heel goed dat een bedrijf zonder vreemd vermogen meer belasting moet betalen dan een bedrijf met vreemd vermogen. Dus dit is natuurlijk super interessant aan het financieren van vreemd vermogen, aan het financieren met vreemd vermogen. Nou, als we deze ervan afhalen, dan komen we op de net income. Oftewel het netto bedrijfsresultaat. En dat is wat je wil weten om je earnings per share uit te rekenen. Het onderste getal van je winst- en verliesrekening. Even kijken, hier komt dat op 92,4. En hier komt dat. Op 126. Nou, nu zijn we er nog niet. Nu moeten we het gaan delen door het aantal uitstaande aandelen. Nou, als het bedrijf het financiert met vreemd vermogen, dan is het aantal uitstaande aandelen wat het al was. Dus dat zijn er 900 miljoen. Nu gaan we delen door 900 miljoen. En als we gaan financieren met eigen vermogen, dan is het die 900 miljoen plus de nieuwe uitstaande aandelen. Dus die 900 plus 400. Dus dat zijn ineens 1300 uitstaande aandelen. Nou, als je deze door elkaar deelt, dan kom je op de earnings per share, oftewel de winst per aandeel, van 0,103 in het geval het project wordt gefinancierd met vreemd vermogen. En op 0,097 als het project wordt gefinancierd met eigen vermogen. Dus in dit geval, dus als de winst voor belasting 180 miljoen is, welke van de twee financieringsopties zouden de aandeelhouders dan willen, denken jullie? Met vreemd vermogen, inderdaad. Dan is deze interessanter. Want dan is de winst per aandeel hoger. Even kijken, wil ik hier iets tekenen? Dat hoeft niet per se te betekenen dat met vreemd vermogen financieren beter is. Want het hangt ook maar net af van hoeveel die winst voor belasting daadwerkelijk gaat zijn. Dus om dit uit te tekenen. Als we hier winst per aandeel hebben. En hier de EBIT. Dus totale winst voor het bedrijf voor rente en belastingen. Dan is dat gewoon één rechte lijn omhoog. Voor het geval het volledig wordt gefinancierd met eigen vermogen. Dus voor het geval dat nieuwe project ook volledig met eigen vermogen wordt gefinancierd. Als het bedrijf geen winst maakt, dan zijn de earnings per share gewoon nul. En als het bedrijf heel veel winst maakt, nou, dan gaat het gewoon recht omhoog. Hoe ziet dit eruit voor met vreemd vermogen? Dan wordt die lijn steiler. En dan krijg je dus een punt waar die twee lijnen elkaar kruisen. En in dit geval, ik zou eigenlijk even een andere kleur moeten gebruiken. We zitten nu op een EBIT van 180. En dan zie je
dat die earnings per share hoger zijn als het gefinancierd wordt met vreemd vermogen. Nou, en dat is voor al deze punten boven het punt waar die twee lijnen elkaar kruisen. Waarom is dat? Kan iemand dat uitleggen? Dat heeft alles te maken met, kijk, hier deel je door 900. Terwijl hier moet de winst gedeeld worden door 1300 aandelen. Dus als het goed gaat met het bedrijf, als het bedrijf heel veel winst maakt, dan in het debt scenario hoeft die winst met minder aandeelhouders gedeeld te worden. Ja? Jill heeft een vraag. Ja? Ze zegt, ik dacht dat er gisteren in de college werd uitgelegd dat het voor een aandeelhouder niet uitmaakt of het bedrijf levered of unlevered is. Het kan zelf upleveren of down. Echter, nu zou het toch wel uitmaken aangezien earnings per share bij financiering zonder vreemd vermogen lager is. Ja, klopt. Dus allebei de dingen die je zegt, klopt. Dus de twee dingen staan eigenlijk los van elkaar. Dus vanwege homemade leverage zou het een aandeelhouder niet moeten uitmaken of een bedrijf met vreemd vermogen gefinancierd is of niet, omdat hij of zij het zelf kan nabootsen met homemade leverage. En op die manier kan een individu, een investeerder, zelf beslissen hoe risicovol hij of zij erin wil gaan. Maar als je nu gewoon kijkt naar dit bedrijf, dan zie je dat de earnings per share, dus het punt hiervan is om te laten zien dat meer vreemd vermogen risicovoller is. Het kan voor meer rendement zorgen, maar het kan ook juist voor minder rendement zorgen. Dus het punt van deze exercise is om te laten zien hoe vreemd vermogen risicovoller is. De lijn, de curve zeg maar steiler wordt en het risicovoller wordt. Wat het bedrijf vervolgens doet, maakt in de theoretische wereld niet uit, omdat de investeerder dat zelf kan nabootsen met homemade leverage. Ik heb zelf een vraag. Graag? Precies het punt dan, hè, waar level en level dan een beetje aan elkaar kruisen. Dus als je met debt of equity gaat financen, ja. Die keuze dan, is dat ook weer van, dat maakt niet uit of? Ja, nou ja, dat maakt heel veel uit, want dat is wel eigenlijk het punt, ja kijk, theoretisch gezien maakt het niet uit, omdat je het als investeerder zelf kan nabootsen. Maar in de echte wereld maakt het wel uit, want afhankelijk daarvan waar dat punt is en wat het bedrijf verwacht te hebben als winst, wordt er wel een keuze gemaakt. Yes? Oké. Dankjewel. En dat punt dat gaan we ook zo uitrekenen. Maar wat ik belangrijk vind is dat jullie begrijpen dat hier vreemd vermogen, het scenario met vreemd vermogen, meer winst per aandeel oplevert, omdat de winst verdeeld wordt over minder aandeelhouders. Dus EBIT shared. Terwijl in dit geval zou het bedrijf beter gefinancierd zijn met eigen vermogen, is de winst per aandeel dan hoger. Waarom is dat? Die rentebetaling van vreemd vermogen moet betaald worden, no matter what. No matter what. Nou, dan is vraag B. Wat is dan dat break-even punt? Dus op welk moment is de winst per aandeel voor beide financieringsmogelijkheden hetzelfde?
Wat we nu gaan oplossen is de break-even. Oh, EBIT. Dus wanneer zijn de levered earnings per share hetzelfde als de unlevered earnings per share? Stine, er komt nog een vraag binnen uit een YouTube-livestream. Nog even over het stukje inverse has to be paid no matter what. Ja. Vraagt Jill, wat zegt dat over die lijn? Dus het feit dat het stukje met interest has to be paid no matter what. Wat zegt het over die lijn en waarom is dan daar equity beter? Ja, het is jammer dat ik net dit had weggeveegd. Maar die rentebetaling van 48 miljoen, die moet hoe dan ook betaald worden. Dus stel je voor dat de winst van het bedrijf slechts 30 miljoen is. Moet alsnog die 48 miljoen aan, aan rente betaald worden. Dus daarom blijft er dan niks meer over voor de aandeelhouders. En wordt het zelfs negatief omdat er meer geld in het bedrijf gepompt moet worden om die rentebetaling te kunnen voldoen. Ja, dankjewel. En zeg maar, dit was nog negatief, maar stel je voor de winst zou 50 miljoen zijn. Als je dan de rente ervan afhaalt, dan heb je dus 50 min 48, dan is er nog maar 2 miljoen te verdelen over die aandeelhouders. Dus daarom gaat dan ook je winst per aandeel, stelt dan bijna niks meer voor. Oké, dan gaan we de levered earnings per share uitrekenen en de unlevered earnings per share. Nou, hoe reken je die uit? De levered earnings per share zijn natuurlijk die... is die winst voor rente en belasting... min de rente, want bij levered moet de rente betaald worden. Dan gaat de belasting ervan af. En dat deel je. Het is earnings per share, dus winst per aandeel. Dus dat deel je door het aantal uitstaande aandelen. Nou, wanneer is dit nou gelijk aan winst voor belasting en rente? Nou, in de unlevered case is er geen rente. Dus hier moet alleen belasting over betaald worden. En dat deel je door het aantal aandelen. Nou, het aantal aandelen bij die levered case, dat bleef gewoon het aantal aandelen wat er was. Dat waren er 900. En in het geval het gefinancierd werd met eigen vermogen, werden het 900 plus die 400 nieuwe aandelen. Dus 1300 in totaal. Nou, EBIT in beide gevallen is natuurlijk 180. Oh nee, sorry. Nee, de vraag was, bij welke EBIT is het gelijk? Ik zeg het verkeerd. Die rentebetaling is 48. Dat is die 8%. Van 600. Belasting was 30%. Als ik het me goed herinner, ja. Dus dit wordt 0,7. Ook hier wordt die 0,7. Nou, dan moeten we gaan oplossen voor EBIT. Dat kunnen we nu doen door kruislinks te gaan vermenigvuldigen. Dus we krijgen hier... 900 keer EBIT keer 0,7 is gelijk aan 1300 keer EBIT min 48 keer 0,7. Nou, aan beide kanten staat die 0,7, dus die kunnen we gewoon weghalen. En als we dit nu uitwerken, dan komen we op... We brengen die daar. Dus die gaat daar naartoe. Het wordt 1300 min 900 is 400 EBIT. Is gelijk aan 62.400.
En dat geeft een EBIT van 156 miljoen. Dus het punt waar die twee lijnen elkaar kruisen, waar de winst per aandeel voor beide scenario's precies hetzelfde is, is bij 156 miljoen. En nogmaals, dit laat puur zien dat vreemd vermogen risicovoller is. En door het risico is soms het rendement ook hoger. Dus in een goed scenario levert het meer op. Maar in een slecht scenario levert het minder op. Dus dat is het punt. Vreemd vermogen is risicovoller. Het betekent niet dat vreemd vermogen per definitie beter is. Dat hangt er maar net vanaf wat die winst gaat zijn voor het bedrijf. En die keuze, hoeveel vreemd vermogen je hebt, die keuze maak je met Modigliani en Miller. Zijn hier vragen over? Mevrouw, zou je nog een keer die stap van 900 naar 400 even kunnen uitleggen? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Bedankt voor het vragen. Dus wat ik hier tussendoor heb gedaan is, ik heb die 1300 keer EBIT losgenomen en 1300 keer min 48. Dat komt op 62.400 als je deze twee keer elkaar doet. Dan breng ik die 900 EBIT naar die kant. Dus dan krijg je 1300 EBIT min 900 EBIT. Is 400 EBIT. Die min 62.400 breng ik naar die kant. Dus het wordt positief 62.400. En dan deel ik die, even kijken, die 62.400 door die 400. En dan kom ik hierop uit. Is dat helder zo? Ja, duidelijk. Super. Oké, mooi. Zijn er verder nog vragen hierover, over hoe je zo'n break-even EBIT uitrekent? Nee? Oké, dan kijk ik even naar de tijd. Wow, is het al... Het is al 11 uur. Oké, we gaan wel een kwartiertje pauze nemen. En dan gaan we de tweede helft in een half uur proberen te doen. Dus dan zie ik jullie om... Is het echt al 11 uur of is het 5 voor 11? 1 over 11. Oh, oké. Dan zie ik jullie sharp om 11:15 terug. Tot zo.
Oké, welkom terug. Als iedereen weer even zijn camera aan kan doen, dan weet ik dat jullie terug zijn en er klaar voor zijn. Yes, hoi. Kijk. Nog een paar. Yes. Oké, super. Dan gaan we naar de volgende opgave. We hebben nu twee Modigliani en Miller opgaven. De eerste nu is zonder belastingen. Dus het is een hele theoretische wereld. En de volgende is met belastingen. Dus dan gaan we iets dichter naar het echte leven toe. We hebben hier een bedrijf, Locomotive. En die willen vreemd vermogen, een schuld gaan opnemen om daarmee aandelen terug te kopen. Daardoor zal de ratio tussen vreemd vermogen over eigen vermogen stijgen van 0,4 naar 0,5. Dus van 40% naar 50%. Momenteel heeft het bedrijf al 7,5 miljoen aan vreemd vermogen. De kosten hiervan zijn 10% per jaar. En ze verwachten een winst voor belasting en rente te hebben van 3,75 miljoen per jaar tot in de eeuwigheid. Nou, het bedrijf betaalt geen belastingen, dus dan weet je meteen, oké, dit is het hele theoretische no taxes. Ik ga daar naartoe lopen. We gaan beginnen met de vraag, wat is de market value van dit bedrijf voor en na dat die aandelen zijn teruggekocht? Ik hoop dat jullie meteen bij het lezen van deze vraag denken, oké, ik lees geen belastingen. Er wordt hier naar de marktwaarde van het bedrijf gevraagd. Wat denken jullie dan meteen? Wat is dan het eerste wat je te binnen schiet? Modigliani Miller 1, geen belastingen. Wat betekent het dan? Leverage en unleverage zijn gelijk. Super, dankjewel Sven. Klopt. Dan is die lijn recht, dus dan is de waarde van het bedrijf met leverage, met een beetje, met heel veel of echt superveel, altijd precies hetzelfde. Het maakt niet uit wat die ratio vreemd vermogen over eigen vermogen is. Super Sven. Oké, ga ik daar naartoe. Oké, wat we voor dit bedrijf nu voor A willen oplossen is wat de waarde is. En de waarde van een bedrijf bestaat altijd uit het vreemd vermogen plus het eigen vermogen. En we willen dat weten before die restructuring. Dus bij een ratio van vreemd vermogen over eigen vermogen van 0,4. En na het terugkopen van aandelen. Als het vreemd vermogen over het eigen vermogen 0,5 wordt. De info die we hebben is dat de huidige schuld 7,5 miljoen is. En dat daar 10% rente over betaald moet worden. En we weten dat de winst voor rente en belasting 3,75 miljoen per jaar is voor eeuwig. Nou ja, nogmaals. We weten dat het gaat over no taxes. Dus dan maakt het niet uit wat de ratio van vreemd vermogen over eigen vermogen is. De waarde van het bedrijf blijft constant. Dus die waarde voor 0,4... Wat voor die herfinanciering is, na de herfinanciering is 0,5, die is gewoon precies hetzelfde. Ja? Dus value before Oké, nou we hebben een paar getallen waardoor we het eigenlijk als een puzzeltje kunnen gaan oplossen. We weten dat het vreemd vermogen over het eigen vermogen 0,4 is. En we weten dat dat vreemd vermogen, die huidige schuld, die is 7,5 miljoen. Die kunnen we invullen. Nou, omdat we deze twee nu weten, kunnen we deze uitrekenen. Dus als je altijd in de war raakt van, oké, moet ik nou vermenigvuldigen of delen door? Dan denk dan altijd aan makkelijke getalletjes. Dus 8 gedeeld door 2 is 4. Nou, als je dan die 2 wil weten, moet je dus 8 gedeeld door 4 doen. Dus het eigen vermogen is 7,5 gedeeld door 0,4.
En dat komt uit op een eigen vermogen van 18,75. Als iedereen even zijn camera aan kan doen. Oh, sorry, volgens mij kwam YouTube tussendoor. Oké, wij waren al hier. We hebben net uitgerekend dat het eigen vermogen 18,75 is. Nou, dan kunnen we dus uitrekenen wat de waarde van het bedrijf is. Want dat is het vreemd vermogen plus het eigen vermogen. Vreemd vermogen 7,5. Plus het eigen vermogen van 18,75. En dat komt op een waarde van 26,25. Nou, we hebben dus nu die waarde before uitgerekend met die 0,4. Maar ja, nogmaals, die before en die after is precies hetzelfde. Dus before is het duidelijk so far voor iedereen? En die vraag over Canva? Nee? Oké. Nou, dan ga ik door naar B. Red ik dit nog? Ja. Nou, de vraag daar, laat ik die nog heel even voorlezen. Wat is het verwachte rendement op het eigen vermogen voor die aankondiging dat er aandelen teruggekocht gaan worden? Dus wat we willen weten is wat zijn de kosten van eigen vermogen of return on equity. Met die oude mix van vreemd vermogen en eigen vermogen van 0,4. Nou ja, jullie weten inmiddels denk ik dat deze, die return on equity, die kan je krijgen via CAPM. Hebben we de informatie om hem met CAPM uit te rekenen? Iemand? Hebben we die informatie? Wat hebben we nodig om die met CAPM uit te rekenen? Ik mis die beta in dit geval. Precies, we missen beta heel goed. Wat we ook missen is het rendement op de markt. Dus we hebben niet de informatie om hem met CAPM uit te rekenen. We hebben ook nog niet de informatie om hem uit te rekenen door middel van die Modigliani-Miller Formule 2. Daar kan je hem soms ook mee uitrekenen, maar daar hebben we ook nog niet de informatie voor. Want we weten bijvoorbeeld niet wat het rendement is voor een all equity firm, weten we niet. Daar kunnen we ook niet mee oplossen. Maar hoe we hem wel kunnen oplossen, is we weten wat EBIT is. En we weten wat het eigen vermogen is. Dus het rendement op eigen vermogen is inkomen gedeeld door het eigen vermogen. Dat is het rendement op het eigen vermogen. Dus we hebben EBIT min interest en taxes. In dit geval waren er geen belastingen, dus we hoeven alleen maar interest eraf te halen. En dan komen we op het netto inkomen. En dat delen we door de waarde van het eigen vermogen. Nou, we hebben die 3,75. Min de rentebetaling is 10% op 7,5. En die delen we door het eigen vermogen van 18,75. En dan komen we uit op een rendement op eigen vermogen van 16%. En dit is op het moment dat het vreemd vermogen over eigen vermogen 0,4 is. Is het duidelijk so far? YouTube had nog een vraag over A. Ja? Zou je die berekening ook kunnen oplossen met EBIT gedeeld door RA te doen, indien je RA had gegeven? Ja, heel goed, absoluut. Indien RA was gegeven,
had je hem zo kunnen oplossen, alleen dat was niet gegeven. Dus, en dan had je wel EBIT gedeeld door RA moeten doen en dan plus vreemd vermogen natuurlijk. Maar in dit geval was dat niet gegeven. Dus kon dat niet. En dan nog een vraag over vraag B. Rosa vraagt, kan je dit ook oplossen met de formule RE is RA plus D delen door E keer de zaakjes RA min RD? Ja, deze. Dat was het tweede wat ik zei. Dus ik keek eerst, kan ik hem met CAPM oplossen? Nee, we hebben geen beta, we hebben geen rendement op de markt. Twee, kunnen we hem oplossen met Modigliani en Miller 2. Dat was de formule die jij net opnoemde. Maar daar hebben we ook niet de informatie, want we weten niet wat RA is, oftewel wat R0 is, wat het rendement is bij alleen maar eigen vermogen. Dus dan weten we de R0 niet en we weten de RE niet. Nou, met twee unknowns kunnen we hem niet op die manier oplossen. Ja, dank je wel. Ja, alsjeblieft. Het is altijd even kijken welke informatie heb ik wel, welke heb ik niet. En dan zien hoe je hem kan oplossen. Hoe heet deze formule dan? Sorry? Hoe heet deze formule dan? Ja, dit is gewoon de return on equity formule. Dus die is meer, ik denk dat die meer ook op het begin van je boek staat als je met statements werkt, hoe je daaruit een return on equity kan uitrekenen. Oké, dankjewel. Ja, sure. Ik ga even... Oké, nou, we weten nu dat bij deze het rendement op eigen vermogen 16% is. We weten inmiddels ook dat equity 18,75 dacht ik. Ja. En dat de value 26,25 is. Laatste vraag van Rosa's. Ze zegt, we zouden RA toch kunnen uitrekenen door EBIT delen door total value of the firm te doen. Dus dat je aanneemt dat total cap structure all equity is. We zouden dus het RA wel kunnen uitrekenen door EBIT delen door de total value of the firm. En dan aannemen dat de total capital structure all equity is. Ja, zo kan je inderdaad, want dat gaan we nu ook in C doen. Zo kan je inderdaad R0 uitrekenen. En als je die hebt, dan kan je hem inderdaad met Modigliani en Miller 2 uitrekenen. Dus klopt. Dus dat is ja iets, dan moet je een omweggetje maken, maar je hebt helemaal gelijk. Dat zou je ook op die manier kunnen doen. Heel goed. En Jill nog als laatst, ze vraagt, is ROE gelijk aan RE? Sorry, is return on equity, ja? Gelijk aan RE. Ja, klopt. Oké, dus nu gaan we C doen en dat is, ik weet niet, hoe heet het ook alweer? Rosa of Jim? Ja, hoe Rosa hem dus net had opgelost, die heeft dit gebruikt voor B. Wat we nu gaan oplossen is wat R0 is. Dus in het geval dat er geen eigen vermogen is, wat is dan het rendement op eigen vermogen? Nou, die kan je op twee manieren oplossen. Dus manier 1 is op dezelfde manier als wat we in B hebben gedaan. De return on equity is dat netto inkomen gedeeld door je equity. Nou, als er geen vreemd vermogen is, is er ook geen rentebetaling. Dus dan is je netto inkomen hetzelfde als je EBIT, want er zijn ook geen belastingen. Nou, dan deel je door je equity. Nou, aangezien het bedrijf nu volledig met equity gefinancierd is, is dat dus die 26,25. Er is geen vreemd vermogen. En dan kom je uit op 14,29%.
Nou, let op. Ik doe altijd even een sense check in je hoofd of je nergens een foutje hebt gemaakt. Is het nou logisch dat die 14,29% dat lager is dan die 16%? Kan iemand daar het antwoord op geven? In dit geval, heel vaak is het antwoord inderdaad vanwege tax shield, maar in dit geval zijn er geen belastingen. Dus in dit geval is dat niet het antwoord. Iemand anders? Is het niet omdat er nu meer debt bij komt, dus dat het dan meer risico is? Zodat er daardoor nog... Precies, ja, dus nu in dit geval is daar helemaal geen vreemd vermogen. Ja, dus precies omgedraaid. Dus het rendement... Is hier, dus nu helemaal geen vreemd vermogen. Dus dan is die 14,29%. En hier loopt hij zo omhoog. En hier was bij 0,4. Zaten we op 16%. Dus dankjewel. Dus het klopte omgedraaid wat je zei. Dus op het moment ja, dat er... Sorry? Ja, nee, ik had het die 16... Ja, nee, hartstikke goed. Dan heb je het helemaal goed. Dus bij die 16% is er meer vreemd vermogen. Gaat het risico voor aandeelhouders omhoog. En gaat dus het geëiste rendement. Dus als het risico omhoog gaat, gaat het geëiste rendement omhoog. Dus dan gaat die ook naar 16%. Oké, we hebben wat vragen uit de YouTube. Yes. Eerste vraag is van Jill. Waarom doet u net inkomen delen door equity en niet EBIT delen door equity? Nee, je moet in principe het onderste lijn delen door je equity. Dus je gebruikt altijd je netto inkomen, die onderste lijn van je winst en verlies. Maar in dit geval, als het volledig met eigen vermogen is gefinancierd, dus je geen rentebetaling hebt en geen belastingen, dan is je EBIT gelijk aan je net inkomen. Dankjewel. En daarop volgend vraagt Annika, maar waarom is equity nu 26 en niet 18%? Nou, omdat... Weten jullie nog het vorige plaatje wat ik tekende, dus van die value? Die waarde is altijd gelijk. En we hadden uitgerekend bij 0,4 dat de waarde van het bedrijf 26,25 is. Dus ook op het moment, en hiervan was nu een deel vreemd vermogen. Dus hiervan was 7,5 vreemd vermogen en 18,75 eigen vermogen. Nou, op het moment dat we naar die all equity firm gaan, dus volledig met eigen vermogen, dan zit je dus hier. Dan moet die waarde hetzelfde zijn. Dus dan moet die waarde nog steeds 26,25 zijn. Nu heb je geen vreemd vermogen, dus dat betekent dat het eigen vermogen die 26,25 is. Ja, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Even kijken, dus ik had gezegd, hier zijn twee manieren voor om deze uit te rekenen. Dus de eerste is weer op dezelfde manier als bij B. Met return on equity formule. En de tweede is met Modigliani en Miller 2. En die formule is dat het rendement op het eigen vermogen is het rendement op het eigen vermogen als het volledig met eigen vermogen is gefinancierd. Plus vreemd vermogen over eigen vermogen. Keer... rendement op eigen vermogen bij 0, schuld min rendement op vreemd vermogen. Die kunnen we nu gaan invullen voor de getallen die we kennen. Dus we weten dat geëiste rendement op eigen vermogen 16% is. Bij een schuld tot eigen vermogen verhouding van 0,4... Die kosten van vreemd vermogen zijn 10%. Nou, dan gaan we hier de haakjes wegwerken. Dus dan krijg je hier 0,4. R 0. En hier 4%. Nou, deze kan je bij elkaar optellen. Dus 1 keer R 0 plus 0,4 R 0. Dus die schrijf ik hier. En dan brengen we die min 4 naar die kant.
is 20%. Dus dan krijg je 16% plus die 4% is 20%. Nou, en dan kom je op een R0 van 20% gedeeld door die 1,4. En dat is 14,29%. En yes, dat is hetzelfde als die we net hadden uitgerekend. Dus dat is die hier zit. Dat is je R0. Is die duidelijk? Yes, oké, super. Dan, nou, die heb ik op zich allemaal daar. En dan is de laatste vraag om het rendement op eigen vermogen uit te rekenen voor die nieuwe situatie. Waar het vreemd vermogen over het eigen vermogen 0,5 is. Dus de vraag is nu, oké, hoeveel is die hier? Wat weten we? Dat die sowieso meer moet gaan zijn dan die 16%. Doe altijd die sensecheck in je hoofd. Nou, we kunnen gewoon weer Modigliani en Miller 2 gaan gebruiken hiervoor. En die is nu helemaal heel makkelijk in te vullen. Want we hadden al uitgerekend dat die R0 14,29% is. Plus, dan willen we het weten voor een schuld eigen vermogenverhouding van 0,5 keer die 14,29% min 10%. Nou, en als je dit uitrekent, dan kom je op 16,44%. Is het logisch? Klopt het? Geen rekenfoutje gemaakt? Het is logisch. Hij moet hier wat boven zitten. En dat zit hij inderdaad, 16,44%. Even kijken, we nog een verduidelijke vraag van Jill. Ze zegt, ze snapt het nog steeds niet. Waarom deed u return on equity gedeeld door RE en EBIT gedeeld door equity? Dus 3,75 min 0,1 keer 7,5 en dat weer gedeeld door 18,75. En bij RO deden door RA pakt u het net inkom en, u deelt, en dat deelt u door equity. Dus. Ja. Klopt, in beide gevallen reken ik uit wat de return on equity is. En die reken je uit door een netto inkomen te delen door je equity, door je eigen vermogen. Op het moment dat je vreemd vermogen hebt, dan is je netto inkomen je EBIT min de rentebetaling en min de taxes, min de belasting. Nou, er zijn hier geen belastingen, dus daarom om tot netto inkomen te komen, moet je die EBIT min de rentebetaling doen. Dus min die 10% van je schuld van 7,5. Dan kom je op netto inkomen. Het eigen vermogen in dat geval was die 18,75. Dus dan deel ik door het eigen vermogen. Ook bij die volgende neem ik het netto inkomen, maar omdat er dan geen schuld is, is je EBIT gelijk aan je netto inkomen, want er gaat 0 rente vanaf en 0 belasting. Dus je netto inkomen is gewoon die 18,75 en je deelt weer door je eigen vermogen. En in dat geval is heel de waarde van je bedrijf je eigen vermogen. Dus je eigen vermogen die 26,25. Dus in beide gevallen doe ik precies hetzelfde. Bedenk ik, wat is het netto inkomen? Dus die bottom line van je winst en verlies. En wat is de waarde van het eigen vermogen? Wat is de marktwaarde van het eigen vermogen? Ja, dank je. Yes? Oké, sure. Even kijken. Wil ik hier nog wat aan toevoegen? Nou, het enige wat ik nog wil toevoegen. We hebben het hier over no taxes. Dus hoe loopt je WACC-lijn hier? Wil iemand daar het antwoord op geven? Nee. Super. Vanaf waar? Vanaf welk punt? Vanaf
vanaf het punt van je equity van eigenlijk. Vanaf het punt van je equity van welke? Vanaf het begin, dus die 14,29. Super. Ja, hartstikke goed. Inderdaad, bij geen belastingen is dit je WACC. Dus de WACC is 14,29%. Is dit helemaal duidelijk? Ja. Oké, super. Dan gaan we naar de laatste opgave. Kijken hoe zit het qua tijd. Oké. Oké, dan gaan we naar een bedrijf, Williamson, en die hebben een vreemd vermogen over eigen vermogen ratio van 2,5. Dus dat noem je een highly levered firm. Dit bedrijf heeft heel veel vreemd vermogen, relatief gezien tot het eigen vermogen. Wat zou je dan, dit ga ik nog niet. Ja, jawel. Wat zouden jullie dan verwachten qua rendement op eigen vermogen, laag of hoog, voor zo'n bedrijf? Oh. Super, waarom? Omdat je dus meer vreemd vermogen hebt, dus dan wacht je uiteindelijk meer op. Ja, dus dit is een heel risicovol bedrijf voor aandeelhouders. Dus daarom eisen ze een hoog rendement. Heel goed. De firm's weighted average cost of capital, dus gewoon gemiddelde vermogenskostenvoet, is 15%. De cost of debt voor belastingen is 10%. En dit is een opgave met belastingen. Een belastingtarief is 35%. Nou, worden er verschillende vragen gesteld. Dus eerst, wat is de cost of equity capital? Volgende, wat is die unlevered cost of equity capital? Dus die R0. En dan, wat zou het voor dit bedrijf de WACC zijn bij een debt to equity van 0,75? Oké. Wat we willen oplossen is wat het geëiste rendement op eigen vermogen is. De informatie die we hebben is dat vreemd vermogen over eigen vermogen 2,5 is. Dus 2,5 units of vreemd vermogen voor iedere 1 unit van eigen vermogen is highly levered. De WACC is gegeven is 15%. Kosten van vreemd vermogen 10%. En het belastingtarief 35%. Nou, hopelijk kunnen jullie je van vorige week herinneren dat WACC uitgerekend wordt door het eigen vermogen deel van de totale waarde van het bedrijf te nemen. En te vermenigvuldigen met het geëiste rendement op eigen vermogen. En het aandeel van vreemd vermogen over de totale waarde. Keer het rendement op vreemd vermogen na belasting. Nou, we hebben heel veel van deze getallen. Dus het wordt eigenlijk gewoon een puzzeltje om op te lossen. We moeten eerst weer even deze omschrijven om hem te kunnen gebruiken in de WACC-formule. Heel even voor de duidelijkheid, soms denken mensen, die V, wat is dat? Dat is gewoon equity plus debt. Precies hetzelfde. Nou, als we deze weer gaan omschrijven. Dit kan je ook opschrijven als 2,5 gedeeld door 1. Dan leidt dat tot een vreemd vermogen over eigen vermogen plus vreemd vermogen is 2,5. Gedeeld door 1 plus 2,5. En dat betekent dus dat het eigen vermogen moet
moet de rest zijn. Dus dat is 1 gedeeld door dit bij elkaar opgeteld 3,5. Nou, dat weten we, dan kunnen we heel veel getallen gaan invullen en gaan we voor deze oplossen. Dus we weten dat de WACC 15% is. We weten dat het eigen vermogen aandeel 1 over 3,5 is. Het rendement op eigen vermogen willen we oplossen. Nou, het vreemd vermogen aandeel is 2,5 gedeeld door 3,5. Keer die kosten van 10%. Keer 1 min het belastingtarief van 35%. Kunnen we deze gaan uitwerken? Dus 15% is 1 gedeeld door 3,5 keer RE plus... Nou, als je dit allemaal met elkaar vermenigvuldigt, dan kom je op 4,64%. Nou, dan kunnen we die naar die kant brengen en delen door die 1 gedeeld door 3,5. En dan kom je op een rendement op eigen vermogen van 36,25%. Heel hoog, en dat is in de lijn der verwachting gegeven het hoge vreemd vermogen over eigen vermogen ratio. Zijn hier vragen over so far? We gaan trouwens meteen even uittekenen. Hij zit best wel aan die kant. Geen vragen, ik kan wel ook. Nee, oké, nou dan ga ik door met B. Red ik dit nog? Nou, voor B willen we weten wat het rendement op eigen vermogen zou zijn op dit punt. Als het bedrijf volledig met eigen vermogen gefinancierd zou zijn. Nou, hopelijk herinneren jullie nu die Modigliani-Miller propositie 2 meteen. Dus het rendement op eigen vermogen is die voor het all equity punt plus vreemd vermogen over eigen vermogen na belastingen. Keer je all equity rendement min rendement op vreemd vermogen. Nou, we kunnen hier de getallen gaan invullen. We weten dat het geëiste rendement op eigen vermogen 36,25% is bij deze verhouding van vreemd vermogen over eigen vermogen. Dus als dit 2,5 is. Het belastingtarief is 35%. Nou, R0 die willen we oplossen. En RD is 10%. Nou, dan gaan we die uitwerken. Als je deze allemaal met elkaar vermenigvuldigt, is die 2,5 keer 1 min 0,35 keer R0. Dan kom je op 1,625 R0. En als je die met elkaar vermenigvuldigt, keer die min 10%, kom je op min 16,25. Nou, dan brengen we die weer naar die kant en deze twee tellen we bij elkaar op. Dus dan krijg je 2,625 R0 is gelijk aan deze twee bij elkaar opgeteld, 52
0,5%. Nou, als je nu die deelt door die, dan kom je op een R0 van 20%. Nou, weer even checken, is dat logisch? Ja, want hij zit helemaal hier. Hij is bij geen vreemd vermogen. Is het geëiste rendement 20%. Is dit te volgen? Oké, fijn. De tempo ligt iets hoger omdat we een beetje een race tegen de klok aan het doen zijn. Maar fijn dat het te volgen is, so far. Dan was de derde vraag. Vraag C was, ja, nu wat zou de WACC zijn als die debt to equity niet 2,5 is, maar als die 0,75 is? Dus wat is hier de WACC? Nou, en we hebben nu te maken met belastingen. Dus als het zonder belastingen was, dan liep die WACC zo recht. Met belastingen gaat de WACC naar beneden lopen. Dus de vraag is nu, hoeveel is die weighted average cost of capital bij een schuld over eigen vermogen van 0,75? Oh nee, die staat daar weer in. Our WACC voor schuld over eigen vermogen van 0,75. Nou, die moeten we natuurlijk weer omschrijven. Dus schuld over eigen vermogen plus vreemd vermogen is dan 0,75 gedeeld door 1 plus 0,75. En dat betekent automatisch dat het eigen vermogen over het totale vermogen gelijk moet zijn aan de rest. Dus dat is dan 1 gedeeld door 1,75. Nou, wat we verder nodig hebben voor de WACC is natuurlijk die return on equity. En die willen we nu weten voor de 0,75. Daar gaan we Modigliani en Miller 2 voor gebruiken. Nou, we hebben alle getallen daarvoor, dus dat is eigenlijk een invuloefening. We weten dat die R0 20% is. We willen nu weten voor een verhouding van 0,75 schuld over eigen vermogen. Al deze getallen hebben we, dus dat is gewoon invullen in de formule. En dan komen we uit op een geëiste rendement op de eigen vermogen van 24,88%. Maakt dat, it makes it sense? Is dat logisch in het Nederlands? Ja, kijk maar, want we zitten hier. We hebben niet zoveel leverage. Minder vreemd vermogen vergeleken met hier. Dus dan is... Verwacht je dat dat geëiste rendement op eigen vermogen ergens tussen de 20 en 36,25 ligt? Ja, en daar komen we op uit. Nou, nu zijn we er bijna. Nu hoeven we alleen nog maar in de WACC-formule alle getallen in te vullen. We nemen het eigen vermogen over totale vermogen keer het rendement op eigen vermogen. Plus het vreemd vermogen over het totale vermogen. Ik vergeet hier mijn 10% nog tussen. Keer na belasting.
En dan komen we uit op een WACC van 17%. Is dat logisch? Ja, het is logisch, want we verwachten dat die minder dan 20% zou zijn. En we komen hier op 17%. Nou, mocht je nu nog meer oefening willen, ik had als bonusvraag, maar daar hebben we helaas niet genoeg tijd voor, om hem uit te rekenen voor 1,5. Dus wat is dan de WACC en wat is dan het rendement op eigen vermogen? Als je er nog niet genoeg van hebt nu, dan kan je die nog even proberen op te lossen. En in mijn slides die ik zo ga posten, kan je dan zien of het antwoord klopt. Zijn er nog vragen? Voor nu? Nee? Oké, dan ga ik nog heel even terug naar mijn mooie wrap-up slide. Dus dit is belangrijk, dat jullie, als jullie dit nu zien, dat jullie het idee hebben, oké, die drie dingen, die kan ik allemaal. Ik begrijp echt wat het verschil is tussen vreemd vermogen en eigen vermogen. En wat het voordeel is van beide. Ik weet waar Modigliani Miller 1 voor staat, om de waarde van een bedrijf uit te rekenen. Met leverage, zonder leverage. Met taxes, zonder taxes. En ik weet en ik kan werken met Modigliani en Miller propositie 2. Dus dat is dat geëiste rendement op eigen vermogen. En hoe die toeneemt naarmate er meer vreemd vermogen in de mix zit. Dus ik hoop dat jullie je met alle deze drie dingen comfortabel voelen. En dan was dat het voor nu. Of een laatste vraag. Ja, een laatste vraag van Sean. Ja? Hij vraagt, kun je als je alle opdrachten van Connect goed kan maken, ook zonder al te veel moeite, de 25% moeilijkste opdrachten van het tentamen maken? Ja. Zeker weten. Ja, Connect is ook zo opgezet dat er een paar makkelijke in zitten, een paar medium en een paar moeilijke. Dus absoluut, als je daar comfortabel bij voelt bij de Connect vragen, dan ben je heel goed voorbereid. Ja, oké. Okay. Nou, ik hoop volgende week nog meer interactie en hartstikke bedankt voor jullie komst op deze ochtend en fijn weekend alvast. Doei doei. Ja, doei. Thanks, doei doei. Bedankt. Goed weekend. Jullie ook.